Hi, ik heb een boek mee over kunst en het heet Waarom zijn er zoveel blote mensen in de kunst? Want ja, als je in een museum komt, zie je eigenlijk heel veel blote mensen op schilderijen. En beelden zijn meestal ook van blote mensen. Waarom is dat nou eigenlijk? Nou, die vraag en allerlei andere vragen over kunst worden in dit boek behandeld. Bijvoorbeeld ook zo'n schilderij als dit. Ja, dat kan mijn kleine zusje ook. Ja, misschien denk je dat wel eens als je kunst ziet. Denk je, ja, hallo, wat is er nou moeilijk aan? Een beetje gewoon gekleurde plaatjes knippen en opplakken. Dat kan ik, maar dat kan mijn zusje van 3 ook. Hartstikke simpel. Nou, het lijkt veel simpeler dan dat het is. Dit is gemaakt door Henri Matisse. En die deed dat toen hij 83 was. Dus dat is wel iets anders dan 3 jaar oud. Maar hij wist heel veel van kleuren, vormen, evenwicht en verhoudingen. En heeft het heel precies uitgeprobeerd. Wat nou als ik dat paarse vlak hier leg? En wat gebeurt er nou eigenlijk als ik het daar leg? En het scheelt echt. Ga maar eens zelf allerlei plaatjes knippen en schuiven met de vormen. En kijken hoe het eruit ziet. Soms geeft iets juist een heel rustig beeld, kalmerend. Dat heeft hij hier ook geprobeerd. En soms ziet het er veel wilder uit, precies door hoe je het schuift. Dus het lijkt wel heel makkelijk, maar dat is het niet altijd. Naar kunst kijken, dat lijkt soms juist ook wel weer heel ingewikkeld. Maar dan meer bij dit soort schilderijen. Want ja, wat zie ik nou eigenlijk allemaal? Wat zou ik moeten zien? Daar moet je vast heel geleerd voor zijn om dat te begrijpen. Nou, dat is dus niet zo. Maar je moet wel weten waar je naar moet kijken eigenlijk. En dat leer je door het vaker te doen of door erover te horen van iemand die er veel van weet. Bij dit schilderij zie je bijvoorbeeld die twee mannen. Maar ertussenin staan ook globes, wereldbollen. Nou, dat duidt er dus op dat die mensen veel gereisd hebben en heel geleerd zijn. Ja, dat moet je maar net weten. Allerlei leuke informatie en weetjes over allerlei kunstdingen. Ouderwetse schilderijen, maar ook rare schilderijen. Vind je in dit boek. Veel plezier!